Hallo, vandaag bij de nieuwe pianoles bij MasterKey leren we iets over toonladders. Een toonladder is dit do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Maar je ziet dat er dus allemaal hier soorten toetsen niet tussen zitten en hier ook niet. Dat zijn er twee en dat zijn er drie. Waarom is dat nu? Namelijk tussen de eerste en de tweede noot zit een hele toon. Tussen de tweede en de derde zit er ook een hele toon. Tussen de derde en de vierde zit een halve toon. Dat moet altijd, want dat is een natuurlijk interval, een kleine seconde. En anders klinkt het niet. Dan doe je dit. Dat klinkt niet. Ja, dat klinkt wel, maar dat is anders dan dit. Klinkt veel natuurlijker. Dus tussen de vierde en de vijfde zit weer één noot, één toon. Hè? Tussen de vijfde en de zesde één toon. Tussen de zesde en de zevende één toon. En tussen de zevende en de achtste een halve toon. Dat moet altijd, omdat dan dit zou klinken. Maar als je nu naar re gaat, klinkt een beetje raar. Dus wat doen we? We spelen in re groot, van de eerste tot de tweede is één toon, maar dan is het ook één toon en dat is een halve, dus dan moeten we fa kruis pakken. Van fa kruis naar de derde naar de vierde is een halve toon. Sol, la, si, kan allemaal. Dan moet je van de zesde naar de zevende is één toon. En het is een halve toon. Dus je moet een do kruis pakken om één toon te doen. En dan van de zevende naar de achtste is weer een halve toon, dus re. Dus in plaats van moet je, om re groot te spelen, twee kruisen aan de voortekening zetten. En dat klinkt hetzelfde als dit. Alleen één noot hoger. We pakken nu bijvoorbeeld bij fa. Fa doet hetzelfde. Fa groot. Klinkt een beetje raar, hè? Dus wat doen we? Fa, één noot, één noot. Het moet een halve noot zijn. Si mol. En dan één noot weer. En dan klopt het helemaal. We gaan het bij sol nog doen, want dat is ook nog een makkelijke. Sol. Sol, dus. Dat klinkt wel, maar dit is mooier. Omdat tussen de zesde en de zevende moet het een hele noot zijn. En tussen de zevende en de achtste moet het een halve noot zijn. Dus de intervallen in groot zijn altijd tussen de derde en de vierde een halve. En tussen de zevende en de achtste een halve. En zo kan je alle toonladders spelen. Maar de intervallen moeten altijd hetzelfde zijn. Oké, tot de volgende keer.